Goedemorgen vanuit Vancouver. Het is nu 7:45. Dus in Nederland is het al middag, dus ik ben best wel jetlagged, want omgekeerde tijd. Tijd om naar de shoot te gaan. Dus ik pak zo meteen een taxi. En dan op naar de shoot. Nu 12 uur, we zijn halverwege klaar met de dag, net geluncht. Het is nog 5 uur of zo te gaan, ligt eraan hoe laat we klaar zijn. En ik denk dat ik zo meteen lekker ga winkelen in Canada. Want ik heb toch niks te doen. Ik heb 3 dagen in Vancouver gewerkt. Ik ben nu net in New York aangekomen. Ik moet hier 1 dag werken, maar ik kan ook gewoon een hele week chillen. En ik slaap bij 2 vriendinnen. Dus daar ga ik nu heen. Goedemorgen. Ik ben nog net wakker. Mijn eerste dag gisteren in New York is alweer voorbij. En vandaag ga ik even naar mijn agency. Hoi zeg tegen iedereen. En verder heb ik nog geen flauw idee. Dus we zien wel. Dit is meestal mijn ochtendroutine. Een heel charmant gezichtsmasker. En daarna sta ik bol in bed eten. Voordat ik naar werk of castings moet. Oké, this place doesn't have a wait, so. There will be some color in. Ik ben even naar het agency geweest. Om wat cadeautjes op te halen en even hoi te zeggen. Geluncht met mijn vriendinnen. Die allemaal druk bezig zijn met Fashion Week. Ik heb echt mazzel dat ik het niet hoef te doen dit seizoen. En ik ga nu even terug naar het appartement even chillen. Want het is echt heel heet buiten. Dus even afkoelen. Chilling on the rooftop. Hallo vanuit Lanzarote, of Lanzarote, hoe je het ook zegt. Ik was gisteren nog in New York, maar moest toen een vlucht naar Dublin nemen om vanaf daar hierheen te komen. En ik moest in Dublin echt 7 uur wachten op mijn volgende vlucht, wat echt heel saai was. Maar ik heb lekker gefacetimed met mijn vriendinnen en zo. En ik zie er echt niet uit van al het vliegen, mijn hele huid is naar de klote, als ik dat mag zeggen. Maar ik zit in een super chill hotel, echt heel nice. En mijn call timer mag beginnen pas om 1 uur met shooten. En op het strand hier, want het is in de Canarische eilanden waar we nu zijn. En het is voor een heel leuk merk. Iedereen kent die winkel vast wel. Ik weet nog niet wanneer het uitkomt. Ik weet ook niet of ik verder iets mag zeggen. Maar het verschijnt vanzelf in de winkels. Maar het wordt echt een super chille dag. En dan daarna ga ik lekker naar huis, eindelijk. Ik ben 2 weken aan het werk geweest, overal en nergens. Dus daarna eindelijk naar huis en weer mijn vriendinnen en zo zien. Dat is super chill. Maar ik ga morgen ook wel filmen op het strand en zo. En tijdens het shooten, want echt een heel mooi eiland. En ik kan ook wel mijn kamer laten zien nu. Het is echt een super chill hotel. En het heeft ook een ziek groot zwembad buiten, maar ik ben pas net aangekomen, dus dat heb ik nog niet gezien. Hier was ik mijn gezicht mee elke ochtend. De borstel, die shampoos gebruik ik. Deze gezichtscreme. Super chill. Ik gebruik heel vaak dit masker, vooral na het vliegen. Dit masker. Dus nou, dat is het voor vanavond. Zie je morgen. Ik ga nog even facetimen.
zijn net op de locatie. Nu is het tijd voor make-up. Dan lunchen en dan shooten. Het is zo mooi hier. Het is echt niet normaal winderig hier. Ik weet niet of je kan horen wat ik zeg. Maar mijn eten wijst bijna van de tafel af. Oké, dat was de eerste keer dat ik een soort van vloggen moest doen. Dus ik snap het als het niet helemaal top is. Nadat ik op Lanzarote was, ben ik naar huis gegaan. En ik ben nu ziek thuis. Heel chill, maar niet heus. Maar ja, wel fijn dat ik gewoon thuis kan zijn en niet hoef te werken op het moment. Dus ik ben nu even aan het uitzieken en dan weet ik niet waar ik heen ga. Maar ja, toch bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het uiteindelijk toch nog een beetje interessant was. Ja, dat was het. Ciao!